Goedemorgen, Hellevoetsluis, Voorne en Putten. Het is 7:45 in de ochtend en het is vandaag natuurlijk vrijdag. Dan moet ik even op de datum kijken. De 11e van de 10e 2019. Oh, ik ga maar even naar binnen. Ik ga even een lichtje aansteken. Dan zien we niet. Zo, oh, hallo. Ja. Nou, en wat ben je vroeg, Wil? Ja, het is voor mij doen wel een beetje vroeg, maar het is ook niet erg hoor. Ik kan wel tegen vroeg opstaan. Dadelijk naar het gemeentehuis toe. En daar gaan we een vlag hijsen. Althans, we, de burgemeester, gaat hij een vlag hijsen. En dat heeft te maken met, zeg maar, homoseksualiteit. En lesbisch en het heeft een woord, ben ik even vergeten, maar dat horen jullie dadelijk nog wel. Dus dat komt wel goed. Uit een dag van Wil, vandaag vrijdag. Goedemorgen, Voorne Putten. Tot later. Hoi! Nou, het gemeentehuis is, het kan niet missen als je binnenkomt. Word je verwelkomd door hartstikke mooie, vrolijke kleuren. Zo, nou, ik ga weer naar binnen toe. Wij zijn een organisatie. Nou, ik neem even dat... Moet ik dat vetertje niet even weghalen? Nee, hoor. Oh ja, doe zo. Ja, beter zo. Ja, zo. Ja, beter dan jouw tape. Daar komt de burgemeester. Eigenlijk aandurken is de werkvloer nog wel een andere stap. Ja. Ja, dat is super mooi dat u het doet hoor. Super. Oh, sorry. Nee. Belangrijk ook. Ja, ik heb het gevoel dat we in de jaren 80 allemaal wat toleranter waren als tegenwoordig. Ja, tolerantie wordt steeds minder hoor. Ja, zeker. Bij alle mensen. Ja. Hallo burgemeester. Merk je dat? Ja, goedemorgen. Zo, de vlag gaat nu omhoog. Ja hoor, hij is er maar met... Dat kennen onze burgemeester wel, hè. Kijk eens hoe die wappert, joh. Wauw. Dat is altijd moeilijk. En die worsteling maak je niet altijd op de kant. Nee. Maar als het zover... Ik bedoel, ja... Toen het bekend was... Dat is nooit een probleem. Nee, was nooit een probleem. Ik heb nooit een hele tijd meegemaakt dat het een probleem was voor iemand. Ik had vroeger een vluchteling in de klas. Libor heette die. Hij is nu geloof ik kledingontwerper. Ja. En die was, denk ik, transgender. Al die transgender termen. maar hij werd volledig door alle klasgenootjes omhelst toen die waren. Omdat hij zo bijzonder jong was. Oh, Sascha, geweldig. Dat vind ik wel een hele positieve kinderlijke insteek. Omdat ik denk van de armen, oh, wat mooi. Anders. Maar op de basisschool gaat het denk ik ook wel eens anders. Ja, ik heb wel een moeilijke tijd gehad op school. Ja? Ja. Ja. Hier ook op school? Ja, ook wel. Ik zat een bril op school. Een bril op school, ja. Ja. Maar dat was echt geen makkelijke tijd. Nee. Ja. Daarna werd minder. En was je ook echt de enige op school? Of merkte je op een gegeven moment dan? Nee, daar hebben we twee. Dus dat was toen nog één op school. Okay. Maar je werd ook zo gepest. Oké, en je had geen steun bij elkaar? Ja, precies. Nee, je zoekt elkaar tot net ook andere kont. Nee. Dan moet het helemaal confronteren natuurlijk. Ja, dat is goed. Het is een beetje geroezemoes, maar tegenover mij zitten twee kanjes. Eigenlijk drie, hè. Maar deze twee... Die ken ik natuurlijk als de beste. Waarom Wil? Nou, die heb ik 13 jaar geleden nog mogen fotograferen als zijnde een fantastisch homostel. En vertel eens, hoe is het verder, mijn jongen? Wat doet u tegenwoordig? Nou, het is hartstikke goed. Wie ben je trouwens? Ik, Mathé. Mathé? Mathé. Nee, het gaat hartstikke goed. Al ruim 13 jaar getrouwd. 15 jaar samen. Met Frank? Met Frank. Dag Frank. Hallo Wil. En het gaat allemaal prima. Oké. En ik zie dit logo op jullie borst staan. Waar staat dat voor, Martijn? Wij doen sinds 4 jaar gay testen organiseren. Dat is een feest, een gay-friendly feest. En dat is
Ja, dat loopt zo ontzettend goed. Ja, dat weet ik. En dat is in Hellevoetsluis, hè, bij het barbiertje. Bij het barbiertje. En die, daar is, dat is al heel lang een droom van mij. En Wendy die kwam ermee om dat daar eens een keer te doen. Ja. En nou, daar zijn we 4 jaar geleden mee begonnen. En kijk waar we nu staan, volgend jaar jubileum. Ja, volgend jaar weer een jubileum. Ja, vijf jaar. Ja. Frank, wil je nog wat zeggen tegen Wil op zijn vlog? Want wat kan jij nog een toevoeging doen? Nee. Nou ja, je kan tegen hem zeggen, ik hou nog ontzettend veel van hem. Ja. Dat dan wel weer. Ja. En u mevrouw, hebben u nog een toevoeging? En wie bent u trouwens? Ik ben Karin. Ja? Ik ben vriendin van Frank en Mathé. Okay. En organisatie. Ik help mee met het organiseren van Kentesten. Ja, kan je er nog wat over vertellen? Hoe is het de afgelopen keer geweest? Geweldig. Ja, was het weer super druk natuurlijk? Het was super druk, super warm, maar hartstikke gezellig en leuk. En weer vol goede moed naar volgend jaar. En dat is het jubileum alweer? Het jubileumfeest. Okay. Hey, dank jullie wel voor het... En uiteraard hebben we nog een vierde organisatie erbij. Dat is natuurlijk Wendy... Wendy Dikken. We zijn eigenlijk altijd met z'n vieren. Ja, dat is waar. Ja, die vooral niet vergeten. Nee. Nee, zeker niet. Hé, jongens, dankjewel. Jij bedankt. Nou... Oh, ik wou zeggen, hij wappert mooi, maar... Kijk eens. Mooie vlag trouwens. Hartstikke mooi. Lekker kleurrijk. Nou, deze twee... Kijk dan, ze zijn lekker aan de wandel. Zo, hallo dames, zijn jullie aan de wandel? Ze zijn een beetje boos op Wil, want ik wil ze eigenlijk veilig het kanaal over laten steken. Zo, ik hou ze in de gaten. De twee ladies, want ze willen natuurlijk graag naar het kanaal toe. Dus blijf er voorzichtig achter, want anders voelen ze zich natuurlijk opgejaagd. Dames, goed uitkijken. Maar ook de automobilisten. Nou, we zijn er bijna. Ga maar lekker het water in. Het is veel beter. Zo. Goed zo. Ja, prup. Ga maar. Ik wil dat jullie het water in gaan. Zo. Ja, vind ik ook. Voorzichtig, niet struikelen. Zo. Nou, veilig. In een veilige haven, hè? 1, 2. Zo, dat is 1. Duiken! 1, 2. Joehoe! Kijk, nou is Wil tevreden. Graag gedaan hoor! Doei! Zo. Weer thuis in de manege, middelharnis. Boodschapjes gedaan. Sjani heeft de nageltjes heel mooi gemaakt. Wauw, die zijn mooi. En nou, lekker vandaag relaxed. Dus kijk eens, hier leggen al een relax. Een schabber, hè? Lekker. Relax op de bank. Nou, tot zover weer even een vlogje. Later. Hoi. Hey, hallo. Nou, ik ben dus nu in Middelharnis. En hier noemen ze dat het dienstencentrum. Kijk, ik ben al een klein beetje thuis hier zo. Ja, dan gaan we het grote luik gaan open doen. En ik ga vanavond, is er een gezellige dansavond. Dat is altijd één keer in de 14 dagen. Zo. Luik is open. En lekker donker nog, hè. Wauw. Kom zo wel even een lichtje maken. Kijk. Loop ik even naar de schakelaartjes toe. Nou, je weet het inderdaad allemaal. Pop, 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 pop.
Hey, hallo. Hey, gezellige avond is het hier zo. Shani en ik gaan hier de boel een beetje, zeg maar, netjes maken. Althans, klaarmaken voor de dansers die vanavond komen. En dat is dan ook weer uit een dag van Wil. Dus ik zou zeggen, tot later. Hoi. Shani on line dansen. Zo, dat was hem weer. Avondje in Middelharnis. In het wijkcentrum. En we gaan ermee stoppen voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vlog. Ik zou zeggen, tot morgen. Hoi. Goedemorgen. Kijk eens van Voorne en Putten. Vanuit Middelharnis wens ik jullie een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag de 12e van de 10e 2019. En we gaan vandaag weer eens kijken uit de dag van Wil. Wat we allemaal te beleven en te doen hebben. Ik bij deze zou ik zeggen tot later. En wie weet wat we nog allemaal tegenkomen vandaag. Hoi! Zo, hier staat, of hier ligt, de Bernisse Hellevoetsluis. Daar gaan we dadelijk aan boord. En we gaan eens even informatie vragen over wat er gaat gebeuren dadelijk. Dus jullie gaan het meemaken. Later! Nou, ik sta hier op de super mooie Bernisse. En Koen van de Waag, die staat tegenover mij. Met nog een meneer natuurlijk. Maar Koen, vertel eens tegen Wil. Oh, wat gaat hier gebeuren? Oh jee, zegt hij. Nou, ik wilde 2 jaar geleden bedacht ik me op een idee dat ik met kerst eigenlijk bepaalde mensen wil uitnodigen om te bedanken voor hun inzet of even bij stilstaan. En vorig jaar begonnen we daarmee en dit jaar vorig jaar kwam ik een beetje in aanmerking met tijdens vestingdagen. Ja, toen elkaar stond ik hier schuin voor met Lisa. En toen kwam ik in aanmerking met de Bernisse, de mannen van de Bernisse, en die hadden me ons zo goed geholpen. En dan heb ik eigenlijk niet vergeten dat ik dit jaar zeg van laten we hun gaan uitnodigen met kerst. En hun sowieso bedanken voor hun inzet. Met, ja. Prachtig idee, hè? Wel een kerstdiner. Is dat nog niet een beetje vroeg, Koen? Nu? Man, ik zat in de zomer al te wachten om hun uit te nodigen. Ja, tuurlijk. Nee, dat lijkt me superleuk. Om daar kom ik nu voor, de uitnodiging overhandigen. Ik vind het, en u vond het een hartstikke... Wie bent u trouwens? Ik ben Gerrit van Elst, ik ben de voorzitter van de AMS Bernisse. Oké. Okay. En ik vind het een geweldig idee en wij hebben dat ook met heel veel dank aanvaard. En we vinden het heel gezellig om samen met Koen te gaan ontbijten daarop. Ja, en gaat dat in de wagen gebeuren? Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan met 20 man naartoe, dus... 20? Nou, super. Gezellig. Die hebben zich opgegeven allemaal. Nou, super. Hey, bedankt voor het gesprek. Ja, minimaal. Oké. Later. Zo, dat was een bezoekje aan de Bernisse. Nou, ik sta in ongelooflijk slecht weer. Ja, ze vindt slikken. Slecht weer. Nou, achter me de Bernisse. Altijd verschrikkelijk leuk. Heel goed initiatief van Koen van de Waag. Om deze mensen eens even in het zonnetje te zetten. Nou, wij gaan weer lekker verder hier. Op naar de volgende. Kijken wat er nog verder op ons programmaatje staat. Later! Nou, we staan nog eventjes bij, zeg maar even voor het gemak, bij het strand van de Boelies. En ze zijn hier al behoorlijk aan het opknappen. Ik loop even een klein stukje zo. Excuses voor de wind. Nou, dit is het oude gedeelte nog waar we nu op loopt. En ze hebben inmiddels hier al prachtig mooi, ik noem het maar even een trapje gemaakt zo, kijk, zie je het? Nou, dit is dan wat er nu een beetje plaats heb gevonden. Tot zover. Nou, dat noemen ze geloof ik, het krijgt al contouren. Nou, we gaan weer even verder. Later! Dit is wat het gaat worden. Kwaliteit Simpels Kwakstrand.
opdrachtgever recreatieschap voor naar Putten. En staat bosbeheer. Nou, en dan allerlei sponsors met onder andere natuurlijk onze gemeente Hellevoetsluis. Nou, het ziet er mooi uit. Zo, we zijn uiteindelijk beland op de parkeerplaats. Dat heet De Pan in Rokanje. Oh, dat mag niet zijn. En we gaan even ook, ik word gesouffleerd dat ik dat niet mocht zeggen. Nou ja, goed. Ja. Ga door het hek heen, Shani. Shani door het hek heen, kiek. Papa. Ja hoor. Oeh, ja, kijk. Oh, houdt ze dat hek weer niet van. Ah, fuck. Nou, dat was even een leuk momentje, zeg. Kijk, ze plas in de broek. Nou, we gaan even die paddenstoelen opzoeken, jongens. Later. Dat is mooi, hè? Ja, nou, Shani die is helemaal gelijk onder de indruk van de paddenstoelen. Nou, dat blijft natuurlijk een onwijs mooi gezicht. Kijk. En nou helemaal. Oh. Ze is helemaal... Wat zei Shani? Vind je ze mooi? Oh, Shani vloekt. Dit is natuurlijk ook altijd mooi. Dit zijn volgens mij zwammetjes. Ik heb er niet zoveel verstand van hoor, eerlijk gezegd. Leuk hoor, zo alles zo bij elkaar. Heb je ergens nog bevragen of niet? Nou. Je zou mee naar En toen weet die jongen die weet daar verwacht op je achterop. Kent u hem? Nee, ik kan hem niet maar. En ik kan hem niet maar en ik doe geen verwachte indruk. En wat dan af? Weet ik wat. Als u in de sperenbouw en een vracht. Meneer Van de Heftruck! Meneer Van de Heftruck, chauffeur! Ja, allemaal. Jongen, wil je die maskeren? Ja. En even aan de benen. Oeh, voor de kruis. Ik heb het niet. Je kon er nog geen stap aan.
Hij mag geroken? Zou je eventjes terug willen gaan? Even zien wat er in de tent zit. Ja, heel goed. Ja, dat is wel. Zou we even achter het hek plaats willen nemen? Oké, ja. Ja. Hey, hallo. Zo, het weekend is weer voorbij. En ik heb dus twee vlogjes gemaakt van vrijdag en zaterdag. Zondag hadden we helemaal niks, dus heb ik ook niet gevlogd. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En ik ga het spulletje in elkaar zetten. En dan zien jullie het een maandag online staan. Hey, bedankt voor het kijken en tot maandag. Ja, hey, doei!